Yo guys, ik ben Jeroen, dit is Matthias en welkom bij Overcoming Obstacles. In deze serie filmpjes gaan we het hebben over verschillende krachtoefeningen die ondersteunend zijn aan survival run of bijdragen aan je algehele fitheid. In dit filmpje hebben we het over de hanging knee raises. Wat je nodig hebt om deze oefening te kunnen doen is een stang of een andere plek om aan te hangen. Het basisniveau is dat je, ik zou zeggen, minimaal een halve minuut moet kunnen hangen aan een stang. Voel dat je erbij staat, zo van af. Ja, en nu? Deze oefening is misschien wel een meest essentiële. Essentiële. Deze oefening is een van de meest essentiële oefeningen bij survival run. Want die gaat je helpen bij het maken van een hoge voetklem en van het klimmen van een inklimtouw naar de aaphang. Maar eigenlijk is die ondersteunend aan alles wat je met survival run moet doen. Je traint hiermee je volledige buigketen, met name de buikspieren en de heupspieren. Maar natuurlijk ook je gripkracht, je onderarmen en een gedeelte rugspieren, doordat je langere tijd aan het hangen bent. Hoe voer je nu de hanging knee raise op de juiste manier uit? Matthias, laat hem even zien. Je gaat hangen aan de stang. Zorg dat je hem goed beetpakt. Iets breder dan schouderbreedte. Je brengt met beide benen tegelijk je knie omhoog. En je gaat iets verder dan 90 graden. Dat zorgt ervoor dat laatste stukje dat je niet alleen je heupen activeert, maar ook echt een stukje buikspieren. Want die helpen je namelijk bij het kantelen van je heupen en het bollen van je rug. Je laat ze ook weer langzaam zakken. Dit was een hele langzame herhaling. Ze mogen ietsje sneller achter elkaar. Je ziet dat het bovenlichaam mooi stabiel blijft. Dat doet Matthias door enigszins zijn schouders actief aan te spannen. Actief hangen. Kennen jullie bij overcoming obstacles misschien wel. En op die manier kun je een aantal herhalingen achter elkaar pakken. Je kunt je afvragen, wat is dan de juiste manier en hoe snel moet ik ze eigenlijk doen? De manier waarop Matthias ze liet zien was redelijk langzaam. En dat is vooral ideaal als je echt wil focussen op het aanspannen van je buikspieren en het opbouwen van die kracht. Je kunt hem ook nog ietsje sneller achter elkaar pakken. Matthias laat het nu even zien. Waarbij er iets meer een zwaai ontstaat. En je ziet dat het ontstaat vanuit een soort hol-bol beweging. Deze manier kan ook heel handig zijn als je juist je spieruithoudingsvermogen wil oefenen. En je wil hem in een workout verwerken waarbij je hartslag vooral omhoog wil brengen. Die laatste variant is ook vooral lekker voor de onderarmen. Omdat je wat heen en weer zwaait, zul je wat harder moeten knijpen. Je kunt deze oefening ook nog survival run specifiek maken, want behalve aan stangen, wij hebben bij survival run natuurlijk heel veel touwen. Dus je kunt ook gewoon aan een touw gaan hangen en dan dezelfde beweging maken. Dus wees creatief. Wat de juiste uitvoering is dus afhankelijk van je doel. Bij Overcoming Obstacles vinden we het belangrijk dat je de oefening uitvoert op jouw eigen niveau. Dat kan betekenen dat je hem soms wat makkelijker maakt, maar juist soms ook wat moeilijker. Er zijn verschillende manieren waarop je deze oefening kunt schalen. De oefening is moeilijk makkelijker te maken zonder het hangelement volledig weg te halen. Je kunt wel denken aan mountain climbers op de grond of jouw oefening met een elastiek die eigenlijk wel fantastisch is. Ja. Misschien moeten we die ook laten zien. Je kan hem wel moeilijker maken en de eerstvolgende variant na de hanging knee raises zijn de knees to elbows. De naam zegt het al, je brengt je knieën naar de ellebogen. Hierbij zie je dat Matthias nog verder achterover kantelt. En het is niet meer puur je knieën omhoog brengen, maar het is echt ook een soort rolbeweging wat hij maakt. Ook deze oefening kan op een wat hoger tempo gedaan worden, waarbij je dat zwaaitje nog harder moet inzetten en vooral die hol-bol beweging nog sterker moet maken. Dat is een goede workout voor jou. Ja. Wat kun je nou doen als je moeite hebt met het creëren van een juiste zwaai? Wat we vaak zien is dat de zwaai vooral naar voren en naar achter is als een soort pendulum, wat is het Nederlandse woord? Pendel. Als een soort pendel. In plaats van dat het echt zo'n hol-bol beweging wordt. Dus we kunnen beginnen met die oefening in het klein proberen. Dus wil je maar eens gaan hangen? Wat Matthias gaat doen is heel rustig aan een hol-bol beweging maken met zijn lijf. En wat je kan doen als trainer is een klein beetje begeleiden. Zodat ook vooral die benen iets verder naar achter gaan. Die oksels goed naar voren. Dat is ook lekker voor je mobiliteit dit. En op het moment dat dit goed gaat, dan kun je hem uitbouwen en iets explosiever elke keer je knieën omhoog brengen. Hop.
Ja. Een cue die je als trainer kan geven om mensen te helpen om die whole ball beweging te maken, is om je armen gestrekt voor je te houden en vervolgens naar beneden te duwen. En dat is het gevoel dat je hebt en de manier waarop je je spieren moet aanspannen op het moment dat je bovenin die beweging zit, in die volledige bolbeweging. Je knieën gaan omhoog en je armen trekken zo naar beneden. En dat zorgt ervoor dat je net even een tel langer bovenin stil hangt, waardoor je weer de tijd hebt om die holbeweging te maken. Oh, show. Oké, stel je wil dit als training pakken. Wat is dan een handige hoeveelheid herhalingen die je zou kunnen doen? Nogmaals, hangt ook weer af van je doel. Stel je wil puur die kracht opbouwen, dan kun je denken aan 6 tot 8 herhalingen voor 3 tot 4 setjes met ongeveer een minuutje rust tussendoor. Je kan hem natuurlijk ook in een workout verwerken en dan ga je naar richting 15, 20, misschien nog wel meer herhalingen. En de hoeveelheid rust kun je wat lager houden op die manier. Net zoveel als je nodig hebt om te herstellen. Ja, dat wordt een pittige. Zeker weten. Als je inspiratie wil van hoe je deze oefening nou in een workout kan verwerken, ik vind het leuk om deze te combineren met burpees. Wat je kan doen is bijvoorbeeld 1 keer hanging knee raise, 1 keer burpee, 2 keer, 3 keer, 4 keer. En dat dan in 5 minuten zoveel mogelijk totdat je niet meer kan. Nee, tot het 5 minuten voorbij zijn. Succes. Dat was hem, de hanging knee raises. Mocht je dit filmpje nou tof vinden, dan waarderen wij het enorm als je even een duimpje omhoog gooit. En als je meer van dit soort filmpjes wil zien, dan moet je zorgen dat je even geabonneerd bent, want dan mis je helemaal niks. Kunnen wij een filmpje maken van een krachtoefening waar jij heel benieuwd naar bent? Laat het dan even weten en wij zien jullie in het volgende filmpje.